Team Zeilenmaker, Progressieve Friesland. Jullie hebben schriftelijke vragen gesteld over meer zonnepanelen op de daken in de woningen van de gemeente Medemblik. Ja, wij zouden dat graag zien. En het rapport van de Verenigde Naties heeft ook uitgewezen dat het keihard nodig is. En als we dan zien dat er nog steeds mensen een vergunning moeten aanvragen om zonnepanelen op hun dak te leggen, ja, dan denk ik van jongens, waar is dat die vrees nou voor nodig? Leg vol die daken. En welke beperkingen er dan zouden moeten zijn, ja, in een beperkt stadsgezicht of een beschermd stadsgezicht of dorpsgezicht zoals Twist, kan ik me daar iets bij voorstellen dat je daar zorgvuldig mee moet omgaan, maar op andere daken zoals hier Oostersingel in Medemblik of waar dan ook. Leg ze alsjeblieft vol en voor mijn part geef je een vergunning voor 15 of voor 20 jaar. Tegen die tijd zijn er misschien andere oplossingen, dat weet ik ook niet. Maar op dit moment moet dit gewoon gebeuren en zo snel mogelijk. Nu zitten Leander en Tennet, die klagen erover van, ja, te veel zonnepanelen, wij kunnen die energie niet kwijt. Nee, maar dat geldt lang niet voor overal. Op een heleboel plekken kan het gerust wel. En dan heb ik me ook laten zeggen dat het in bijvoorbeeld binnenstad van Medemblik of Medemblik de kern zelf, dat er mogelijkheden genoeg zijn. Het wordt wat anders als het bij bedrijven is en echt grootschalig, maar gewoon allemaal een aantal zonnepanelen, een omvormer en ja. En zit daar ook nog wel eens een probleem, de brandveiligheid van zonnepanelen. En vooral dan de omvormers van de zonnepanelen. Hoe kunnen we dat dan aanpakken? Want als iedereen zonnepanelen op het dak gaat leggen, ja, afgelopen is het weer misgegaan bij een woning, dat er een dak in de fik stond in Amdijk. Ja, maar er gaan ook daken in de fik door een houtkachel of door iets anders. Ik bedoel, daar moeten de mensen ook zorgvuldig omgaan met hun schoorstenen, et cetera. Ik denk, ja, je moet wel bezig zijn met goedgekeurde materialen en installateurs die dat werkelijk kunnen. Ik denk dat dat wel een dingetje is. Maar die zijn er in mijn ogen genoeg. En dat. Nu is het een forse investering voor iemand met een eigen huis. Die zit daar nog iets van een subsidie aan. Is dat mogelijk? Bij mijn weten zit er geen, op dit moment geen directe subsidie. Er zijn wel subsidies, maar die potjes die zijn altijd heel erg snel leeg. Ja, ik zou graag willen dat de gemeente dat meer zou subsidiëren. En ja, wat natuurlijk ook een mogelijkheid is, maar dat zou eigenlijk heel grootschalig moeten zijn, dat je een soort voorfinanciering, dat je het geld dus weer via je energierekening, stel dus dat jij bijvoorbeeld nu 150 euro per maand aan energie betaalt, dan blijf je gewoon een bepaalde periode die 150 doorbetalen en tegelijkertijd ben je je zonnepanelen aan het terugverdienen. Oké, dank u wel. Graag gedaan.